voorzitter, dank u wel. Als het gaat om jeugdverblijven, bedank ik de minister dat hij met de organisatie en de ouders alsnog aan tafel wil. Maar we zien ook dat de Raad van State heel kritisch is. En ik wil hem nogmaals vragen om de Raad van State advies serieus te nemen. Als het gaat om actieplan tegen moslimhaat, dat hij dat niet wil doen. Dat hij een hele grote actieplan wil zetten, terwijl er een apart actieplan antisemitisme is. Vind ik het heel spijtig, terwijl de percentages richting moslimhaat hoger zijn dan antisemitisme. Als het gaat om beveiligen van moskeeën en geld geven om zichzelf te beveiligen, dat de minister daar niet keer op keer niet ingaat en geen geld wil geven aan moskeeën, vind ik ook spijtig. Tot slot, voorzitter, we hebben hier 3 uur gesproken, ik denk 2 uur over salafisme en nog een paar andere onderwerpen, terwijl de rechtsextremisme, waar mevrouw Karabulu terecht ook een aandacht vraagt, heel dreigend is. Als DENK vinden wij de groei van de PVV, voorzitter, erger dan alle denkbeelden en dreigingsbeelden die door de AIVD naar voren wordt gebracht. 37 zetels in de peiling en dat wordt er iedere week meer. En wij zitten hier met z'n tienen over een paar duizend mensen te praten, terwijl alle PVV-uitlatingen van Wilders het geweld naar onze mening aanwakkert.